Marco Wiesse, directeur van Naar de Hemel verpleeghuis, wat zich aan het concentreren is op uitsluitend het revalideren van ouderen en kwetsbare mensen. Van oorsprong verpleegkundige en ik ben ook de zoon van een dementerende moeder. Daar zorg ik ook voor. Okay. Welke eigenschappen maken voor mij een goede directeur? Ik ben in ieder geval in staat om mee te bewegen met de veranderende behoeften van mensen. We zitten misschien zelfs wel op het hoogtepunt van het tijdperk van regelgeving, verantwoording en controle. Mm-hmm. En het lukt mij voor een groot deel om me daaraan te ontworstelen, zowel naar buiten toe. Hè, zo'n verpleeghuis als dit mag zich verheugen op 32 instanties van buiten die menen iets te mogen zeggen over hoe het hier met de kwaliteit gesteld is. Dat is wel wat veel. Dus die moet ik voor een deel buiten de deur zien te houden, zeg maar. Mm. Maar dat geldt ook voor intern. We gaan er hier heel erg van uit dat we hebben zorgvuldig allemaal professionals uitgezocht. Mm-hmm. Mensen die met passie en bezieling hun werk willen gaan doen. En die moet ik de wet niet voor gaan schrijven. Mm-hmm. Want dan gaat het mis. Mm-hmm. Dat lukt me. Terwijl ik natuurlijk opgeleid ben in zeg maar, het veel meer Anglo-Saxische denken van als je nou alles maar zorgvuldig opschrijft in regels en die aan mensen meegeeft, dan weten ze precies wat ze moeten doen. Daar zijn we in doorgeschoten. We hebben hier in ieder geval op tijd een aantal jaar geleden gezien van nou, zo kan het niet langer. En zo frustreren we alleen maar mensen. Dus daar zijn we mee opgehouden. Nou, ik denk dat dat een eigenschap is die maakt dat ik een behoorlijke directeur ben. En hoe hebben jullie dat gedaan dan? Minder regels ingevoerd? Of wat, Ja, vooral. Soms helpt toeval ook een handje. Een jaar of 6 geleden studeerde ik af voor mijn MBA. Dat zeg je nu met enige aarzeling. Ja, dat is een besmette opleiding. Bijna. En ik studeerde af op kijken naar hoe verschillende generaties aankijken tegen de zorg. Beetje ingegeven door 3 pubers die thuis op de bank had zitten, waarvan ik dacht, ik begrijp ze al lang niet meer, maar ik werd er niet onrustig van. Zo ontdekten we dat met name jonge mensen op een hele andere manier naar arbeid kijken. Daar mochten we met hulp van het Europees Sociaal Fonds mee gaan experimenteren. We hebben een aantal proeven gedaan. Saskia Prins, een van mijn managers, heeft daar geweldig bij geholpen. En we ontdekten dat we met al die regels, richtlijnen, procedures, protocollen en vinklijsten mensen alleen maar in de weg zaten. Mensen, werknemers? Of? Ja, en dus ook je klanten. Ja. Ik riep gekscherend wel eens, als we alle patiënten nou naar huis sturen, dan kunnen we even rustig doorwerken. Ja, ik denk dat we het dan ook nog druk hadden gehad. Ja, ja, ja. Nou, dan heb je een systeem gecreëerd wat zichzelf in stand houdt. Ja. Wat eigenlijk geen aansluiting meer heeft met je primaire doelstelling. Ja. Nou ja, op het moment dat je dat ontdekt, dan schrik je natuurlijk een hoedje, want daar ben ik dan eindverantwoordelijk voor. Mm-hmm. Toen zijn we op de zeepkist gaan staan met de mededeling. Zo hebben we het gedaan de afgelopen jaren. Dat was inmiddels noem ik het dan de gekte waarin we dachten dat we daar de zorg beter mee konden krijgen. Mm. Het spijt mij. Mm. We gaan ermee ophouden. Mm. Wat is volgens jou echt goede zorg? Daar zijn we niet, dat kunnen we niet zo goed articuleren. Nee. En als je goed kijkt naar het werk van verzorgenden, dat is natuurlijk ook hier in huis de grootste groep mensen. Mm-hmm. Dat kunnen ze briljant. Zorgen dat mensen niet angstig zijn en geen pijn hebben. Ja. En daarnaast maken ze het dan nog op allerlei manieren hartstikke aangenaam. Ja. Ze zijn ongelooflijk creatief in het vinden van oplossingen voor problemen die je niet aanziet komen. Waar ik kritisch over ben, is mijn moeder heeft een kamer van 28 vierkante meter en een badkamer, daar past mijn auto in zo groot. Ja, ja. Want dat is de norm die we hebben bepaald met z'n allen. Zo ziet een goede accommodatie voor verpleeghuispatiënten eruit. Die grote moed, dat is de minimaal. Maar mijn moeder heeft haar hele leven nog nooit alleen geslapen. Ja. En ligt nu op een kamer alleen en voelt zich heel onveilig 's nachts. Ja.
En de kamer die zit natuurlijk overdag meestal op slot, omdat er nog een aantal dementerende ouderen rondlopen die eigenlijk geen flauw idee hebben welke kamer van hun en welke van mijn moeder is. En dus zijn die 8 mensen daar de hele dag bezig met elkaars huisraad te slepen. Ja. Dus we hebben bedacht dat er een prachtige accommodatie is. Als je binnenkomt, het ziet er fantastisch uit. Mijn moeder heeft een hele royale kamer en een hele mooie badkamer. En volgens mij ligt ze eigenlijk veel liever op een zaal met nog 1 of 2 andere mensen. Ja. Omdat ze vanuit haar dementie zich daar veel veiliger voelt. Zou dat kunnen? Of is dat gewoon... Nou, dat zijn we net aan het afbouwen. Sterker nog, we hebben regels bedacht. De vorige staatssecretaris heeft haar lot eraan verbonden. In 2017 of 2018 heeft iedereen een eigen kamer. En we zijn vergeten te vragen aan die mensen of ze dat wel willen. Maar wat je dus eigenlijk ook mee zegt, is dat er algemene regels of algemene oplossingen dus ook gewoon niet mogelijk zijn. Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik. Volgens mij zou je wel een kader kunnen creëren waarbinnen zorgorganisaties zelf hun weg kunnen zoeken en oplossingen kunnen creëren en waarin cliënten wat te kiezen hebben. Het adagium is: cliënten moeten wat te kiezen hebben, maar we bedenken vervolgens in Den Haag en bij de NZA en bij de zorgverzekeraars zoveel normen dat er eigenlijk niks meer te kiezen overblijft. Ja. Dus dat is wel tegenstrijdig. Ja. En die zusters die zijn natuurlijk briljant in staat om te zorgen dat er wel iets te kiezen blijft. Het maakt echt niet uit in welk kader we ze proberen te stoppen. Ze vinden daar hun weg toch wel weer in en krijgen het dan weer voor elkaar. Ja. Dus volgens mij, je vraag was: wat is goede zorg? Goede zorg is de zorg overlaten aan mensen die dat met passie en met plezier doen. Die leveren goede zorg. En dan gaat er ook wel eens wat mis. Ja, dat gaat toch in het hele leven overal wel eens wat mis. Ja. We proberen, dat is ook wel een beetje de tijdgeest. We accepteren nauwelijks meer afwijkingen van normaal. Ik weet niet eens wat normaal is, maar afwijkingen accepteren we niet. En dat trekken we eigenlijk door onze hele samenleving door. Je moet zwanger kunnen raken op het moment dat je het zelf wil. Je moet naar de dokter kunnen op het moment dat je het zelf wil. Je verwacht eigenlijk dat alles gaat zoals je het zelf wil. En zo werkt het niet in het leven. Nee. Zijn dat de verwachtingen van familie? Het zijn maatschappelijke verwachtingen. En dus ook van de familie. Ja. Ik zag aan mijn eigen broer, die heel kritisch keek naar alles wat er gebeurde in dat verpleeghuis. Dat zijn kijken wel gekleurd was door wat hij constant in de media leest over de ouderenzorg. Ja. Als dat de tone of voice is die je constant in de media ziet, dan loop je natuurlijk op een andere manier zo'n verpleeghuis binnen. Zo van, als dit dan de plek is waar mijn moeder naartoe moet, dan zal ik in ieder geval kritisch om me heen blijven kijken. En dan ga je je eigen normen projecteren. En wat is de dominante visie in de media? In de media wordt iedere gelegenheid aangegrepen om incidenten met grote vette koppen in de krant te zetten. En ze ook meteen tot norm te verven. 20.000 medicijnfouten per jaar in verpleeghuizen in Nederland. Is daar zo één. Ja. Dat zijn er 20.000 te veel, begrijp me niet verkeerd. Maar als je het percentage dan eens uit gaat rekenen. Staat er niet bij, zeker. Ik kan het niet eens uitspreken. Het is 0,0002%. Van alle medicijnverstrekkingen die we doen, gaat 0,0002% fout. Welke bedrijfstak heeft zo'n foutpercentage? Geen één. Nee. Maar we zetten het in de krant alsof het een grof schandaal is. Waarom is dat? Waarom wordt daar zo op gehamerd? Daarmee kopen we natuurlijk ook ons geweten een beetje af. Ook ik vind het nog elke dag lastig dat ik niet zelf voor mijn moeder kan zorgen. Ik zou niet weten hoe ik het voor elkaar moest krijgen, maar het voelt niet helemaal goed, hè? Want zij heeft ruim 20 jaar voor mij gezorgd. En nou is het andersom en nu haak ik af. Dat is raar. Dus om dat te compenseren, is het natuurlijk heel
denkbaar dat ik dan vervolgens buitengewoon kritisch over de schouder mee ga kijken van de mensen die ik ingehuurd heb om dat te doen. Is het wel goed doen? Ja. Vervolgens denk ik ook nog dat ik ervoor betaald heb. Ja. En dus ik ga me steeds meer als consument gedragen. Klopt natuurlijk helemaal niks. En hoe zouden we dat om kunnen draaien? Het zit hem in vertrouwen. Want het is voor iedereen een beetje anders en het is dus zaak dat je vertrouwen creëert. Mm-hmm. Ik heb vertrouwen in de mensen die voor mijn moeder zorgen. Daar gaat niet meer mis dan wanneer ik het zelf zou doen. Mm-hmm. En dat moet toch genoeg zijn. Dat zou je denken, ja. Ja, de meeste mensen denken daar anders over. Mm-hmm. Mijn broer die boos wordt omdat mijn moeder de bril kwijt is. Mm-hmm. En die roept op een gegeven moment van, goh, zitten ze dan niet op te letten daar? Ja, ik bedoel, ik weet dat dat bij haar ziektebeeld hoort. Mm-hmm. En ik weet ook dat er niet een zuster de hele dag met mijn moeder mee kan lopen om te kijken waar ze de bril laat. Ja. Dus dat die kwijt is, ja, dat gebeurt hier ook 3 maal daags, denk ik. Mm-hmm. Moet ik dat nou die zorgorganisatie verwijten? Nou ja, als ik net in de krant gelezen heb dat ze ook 20.000 medicijnfouten maken, ja, dan begin ik wel te snappen dat ze dit soort belangrijke dingen ook niet voor elkaar krijgen. Ja. En je kan, dus we hebben, ik bedoel, dat moet mezelf ook aantrekken. Ik heb mijn eigen broer ook niet verteld wat hem echt te wachten stond met een dementerend moeder. Ik vond het een moeilijk gesprek. Ja. Ik heb een prima relatie met mijn broer, wij spreken over van alles. Maar ik vond het wel lastig om mijn broer te gaan vertellen wat het perspectief voor onze moeder was. Ja. Dat heb ik dus niet gedaan. Want je hebt natuurlijk alleen maar slecht nieuws. Ik heb wel eens gezegd, de kern van de boodschap is hartelijk welkom. Fijn dat u uw vader of moeder hier heeft gebracht. Het gaat vanaf nu alleen maar slechter. Ja. Is dat ook niet een stukje ethiek? Juist? Dat is ethiek, ja, absoluut. Om het daar wel over te hebben? Ja. Ja. Maar dat moeten we leren. Ja. Mm-hmm. Want we zijn ook de afgelopen 10 jaar natuurlijk onder invloed van de publieke opinie en de politiek. We moesten marktwerking in gaan voeren. Ja. Nou, kijk maar eens op de website van Ook Mijn Zorggroep. Mm-hmm. En daar staan allemaal foto's van buitengewoon vrolijke, vive, fitte bejaarden. Ja. Ja, ja, ja. En die met prachtige zusters allerlei hele leuke dingen aan het doen zijn. Ja, ja, ja. En die mensen nemen wij al lang niet meer op. Bestaat bijna niet. Maar dat zijn van die uitwassen, van die marktwerking, want ik moet concurreren met de buren. Ja. Dat is je reinste onzin. Ja. Concurreren met gemeenschapsgeld kan niet en er is maar 1 financier, dus je kan, waar concurreren we nou eigenlijk op? We zijn in die gekte wel een beetje meegegaan. Mm-hmm. Nou, wie is nou de eerste die het lef heeft om de foto's op zijn internet van buiten gewoon kwetsbare, hele zielige mensen in onze ogen troosteloze toestand. Mm-hmm. En daarbij te zetten, het lukt ons elke dag om 1 glimlach op de mond van uw moeder te krijgen. Goed, hè? Dan heb je voor de positie waarin je zit, heb je natuurlijk bepaalde eigen waarden, normen en visies die je meeneemt in je werk. Wat zijn voor jou belangrijke waarden die bepalen hoe jij... Die zitten in veiligheid. Ja. Ik kan er niet tegen als mensen zich niet veilig voelen. Dat geldt voor mijn patiënten, dat geldt voor mijn medewerkers. Aha. En volgens mij is dat zo'n basale behoefte om je werk goed te kunnen doen. Ja. Of om plezierig te leven. Onveiligheid is, ik vind helemaal niks. En hoe zorg je daar dan voor? Want het klinkt heel mooi, maar het lijkt me lastig. Dat doen denk ik vooral mijn medewerkers. Maar die, als ik kijk, hoe doe ik dat voor medewerkers? Nou, ik sta voor, achter en naast ze, als het nodig is. En je gaat mijn medewerkers niet bedreigen. Dat accepteren we gewoon niet. En datzelfde geldt natuurlijk ook naar mijn cliënten toe. Die moeten zich ook veilig weten. Dus dat betekent dat je ook goed, je moet 1 goed voor je medewerkers zorgen, maar je moet ze ook een beetje in de gaten houden. Want mensen zitten soms ook privé zo in de problemen dat het ze ook niet meer lukt om een goede professionele houding aan te nemen. Dan moet je oog voor hebben, dat moet je bespreekbaar kunnen maken zonder dat je het veroordeelt. Als je naar de toekomst toe kijkt, wat
Hoe kijk jij naar de toekomst van de zorg aan? Ja, ik roep wel eens, we leven in een geweldige tijd. Omdat de komende 10 jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 100. Mm-hmm. En ik zal een voorbeeld geven. Ik was 2 jaar geleden in het Emma Kinderziekenhuis. Kreeg een lezing van de hoogleraar kindergeneeskunde. Die vertelde hoe kindersterfte sinds de Tweede Wereldoorlog van onderbij 40% naar 0,5% was. Maar hij vertelde die daarbij, briljante prestatie natuurlijk, maar wat vertelde die daarbij? Die kinderen die we nu in leven houden, die hebben natuurlijk wel allemaal een chronische aandoening. Mm-hmm. Hoge kwaliteit van leven, maar een chronische aandoening. En ik kreeg het Spaans benauwd. Want dat zijn mijn patiënten van morgen. Ja. Mm-hmm. En die hebben aandoeningen die wij nog niet kennen. Die hebben we nog nooit gezien, omdat mensen niet in leven konden blijven met zo'n aandoening. Ja, ja. En we zijn er nog niet op voorbereid. Ja. Wat raar. Ja. We weten dat ziektebeelden waar wij nu heel erg druk mee zijn, wij revalideren mensen. Een derde van de mensen die wij revalideren, revalideren we na een beroerte. Mm-hmm. Over een paar jaar bestaan die patiënten niet meer. Hebben we de beroerte voor 90% op. Neurologen praten nu al vandaag, as we speak zou ik zeggen, over een andere behandeling. Die, mm-hmm. waarbij de complicaties na afloop nog maar een fractie zijn. Terwijl ik zit nu bijna 40 jaar in het vak. Ik verpleeg al 40 jaar mensen met een beroerte, dus je denkt dat dat altijd zo door blijft gaan. Maar dat is niet zo. Maar blijft het verpleeghuis wel ja, zo... Want er komen dus nieuwe patiënten aan, met nieuwe aandoeningen. We worden steeds ouder en dus, maar we worden allemaal kwetsbaar, ergens. Eigenlijk is er maar een hele korte fase van ons leven waarin we helemaal zelfstandig zijn. Ja. We beginnen als hopeloos, en hulpeloos en we eindigen ook zorgafhankelijk. Dus het maakt niet eens zoveel uit hoe oud we worden en hoe gezond we zijn. De laatste 2,5 jaar van ons leven zijn we... waarschijnlijk zorgafhankelijk. Gemiddeld, hè, dat geldt niet voor iedereen. Maar met nieuwe aandoeningen, met nieuwe zorgvragen. En daar moeten wij ons in heel hoog tempo op gaan voorbereiden. Dus daar waar veranderingen tot nu toe min of meer geleidelijk gingen en wij meegroeiden met de ontwikkeling, zul je zien dat dat zo meteen met grote schokken gaat. En dan ineens staat er een nieuw soort patiënt voor onze deur. Hoe kan je je daarop voorbereiden? Nou ja, ik blijf praten met de hoogleraar kindergeneeskunde onder andere. Maar zo leer ik natuurlijk dat ik op veel meer plekken moet gaan kijken. Ja. Naar wat zijn de ontwikkelingen en wat is een passend antwoord daarop? En hoe sleep ik mijn organisatie mee die kant op? Hoe zorg ik dat mensen geschoold, getraind zijn, dat deel van hun professionaliteit ook kennen? En het bijzondere daarvan is vooral dat de geleidelijkheid, die ik mijn hele leven in dat soort ontwikkelingen zie, die gaat weg. Ja. We gaan straks vandaag horen dat er over 1,5 jaar die patiënten niet meer komen en die wel. Ja, denk je dat het zo snel gaat? Ja. Nou ja, zoals vanmorgen op de radio, de oplossing voor diabetes type 1, daar zijn we nog een paar maanden van verwijderd. Ja. Ineens weer wat nieuws ontdekt. De beroerte die straks niet of nauwelijks meer een probleem is. Ja, heb je een grote groep... Oncologiebehandelingen. Ja. Kijk, zelfs in het Antonie van Leeuwenhoek zeggen ze, kanker is straks een chronische aandoening. Ja. En geen terminale ziekte. Ja. Wat doet dat met het stukje ethiek? Nou, spannend, want daar waar als je zeg maar geleidelijk ergens naartoe groeit, dan kun je geleidelijk nieuwe ethische normen ontwikkelen voor nieuwe vraagstukken. Ja. Als het met een Big Bang komt, dan sta je ineens geconfronteerd voor een nieuw ethisch vraagstuk. Ja. En daar moeten we morgen een antwoord op. Ja. Dus wat doet dat met ethiek? Ja, hij wordt steeds belangrijker en hij... Hij krijgt zeg maar een andere plaats in de organisatie. We zijn wel geneigd om eerst te denken vanuit wat we technisch kunnen. En vervolgens de vraag te stellen, is het ethisch wel verantwoord wat we kunnen? En die twee vragen moeten we straks tegelijk beantwoorden. Wat is de vraag, wat kunnen we daarmee en is dat ethisch verantwoord?